Hoe en waarom komt er een einde aan de Eerste Wereldoorlog? Dat is de vraag die in deze video voorbij komt. En dan pakken we even het kaartje erbij van die oorlog zelf, dat we al eerder gezien hebben. En dan gaan we ons nu eens even focussen op die uh, grijze vlekken die je in de zee ziet liggen op verschillende plekken. Dat waren namelijk plekken waar de Duitse marine rondvaarden. Deden ze met marine schepen, maar deze ze vooral ook onder water met behulp van duikboten. Nogmaals, we zitten in industriële tijd, er worden allerlei nieuwe wapens bedacht en de duikboot is er ook een voorbeeld van. En Duitsland gaat een onbeperkte duikbotenoorlog voeren. En dat betekent dat uh, vanuit die duikboten met torpedo's werd geschoten op schepen van de geallieerden, maar ook op schepen van neutrale landen die de geallieerden bevoorraden. Dus zo konden bijvoorbeeld ook Nederlandse of Spaanse schepen beschoten worden door die Duitse onderzeeërs. En ook Amerikaanse schepen, want Amerika is hier weliswaar licht oranje gekleurd, maar de eerste drie jaar van de oorlog zijn de Verenigde Staten eigenlijk ook nog licht geel, zijn ze neutraal. Maar die Verenigde Staten die worden wel steeds bozer op Duitsland. En dat heeft te maken met die onbeperkte duikbotenoorlog. Want daardoor zijn er regelmatig uh, schepen waarop Amerikanen aan boord zijn. die worden beschoten en tot zinken worden gebracht. door die Duitse onderzeers. En een beroemd voorbeeld daarvan is de Lusitianen. waarbij echt tientallen Amerikanen om het leven komen. En dat alleen zou natuurlijk al genoeg reden kunnen zijn. voor de Verenigde Staten om boos te zijn op Duitsland. Maar als ze dan achterkomen dat de uh, Duitsers stiekem de Mexicanen ervan proberen te overtuigen om Amerika aan te vallen. Hè, ze onderscheppen dat telegram in geheimcode wat je eronder ziet. En ze ontcijferen dat. Ja, dan is de maat vol. En dan gaan de Verenigde Staten meestrijden aan de kant van de landen waar ze toch al veel mee hadden en waar ze veel mee handelden. Uh, de geallieerden. Ze gaan meevechten. Ja, en dan hebben de centralen dus wel een heel gevaarlijke vijand bijgekregen. Tegelijkertijd, echter, ongeveer ook in 1917, trekt Rusland zich echter terug uit de oorlog. Die gaan niet meer meevechten aan de kant van de geallieerden tegen de centrale. En Rusland trekt zich terug uit die oorlog omdat het eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed gaat in die strijd. Ze lijden zware verliezen, ze hebben niet zo'n modern leger, ze hebben vooral heel veel soldaten en daar komen er ook heel veel van om. Ja, en bovendien, omdat er zoveel mannen mee moeten vechten, zie je dat de landbouwproductie afneemt en er ontstaan langzamerhand steeds meer voedseltekorten in Rusland. Ja, de bevolking in Rusland wordt dus steeds ontevredener, gaat zich heel erg keren tegen de tsaar, de leider van Rusland en zijn regering. En uiteindelijk leidt dat tot de zogenaamde Russische Revolutie. Eerst wordt de tsaar, de leider dus van Rusland, die wordt afgezet in februari. En er komt een nieuwe voorlopige regering die de boel op orde moet gaan brengen. Maar ja, dat is eigenlijk tot grote ontevredenheid van uh, de communisten. Die in oktober onder leiding van Vladimir Lenin, die we hier op de foto zien, ook die voorlopige regering afzetten. Rusland wordt nu een communistisch land. Wat dat verder betekent, dat ze in de volgende afspeellijst, die gaat over de periode na de Eerste Wereldoorlog. Maar voor nu is het even voldoende om te zeggen dat een van de eerste dingen dat die nieuwe communistische regering gaat doen. is zeggen dat ze niet meer mee gaan vechten in die oorlog. Rusland trekt zich dus terug. Ja, en dat is natuurlijk heel fijn voor de Duitsers, want daardoor hebben ze in één keer niet meer die twee frontenoorlogen, dat ze zowel in het westen als in het oosten moeten vechten. En ze kunnen zich dus volledig gaan richten op die strijd in het westen. Maar ja, daar zijn net al die verse Amerikaanse soldaten aangekomen. Die zijn nog fris, die hebben goede wapens. En daardoor worden de geallieerden steeds sterker. En langzamerhand in 1917, en zeker ook in het voorjaar en de zomer van 1918 worden de Duitsers steeds verder teruggedrongen. Lukt het de Galliërs dus steeds vaker om die Duitse loopgraven wel in te nemen. En omdat het ook in Duitsland zelf heel erg onrustig wordt, er zijn allerlei stakingen, besluit de Duitse regering om uiteindelijk zich over te geven en de zogenaamde wapenstilstand te tekenen. En de wapenstilstand, dat is eigenlijk gewoon een afspraak tussen oorlogsvoerende landen om te stoppen met vechten. Nou, de grote overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog zijn dan Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten. En de grote verliezer, dat is Duitsland. En natuurlijk ook Oostenrijk-Hongarije en het Turkse Rijk. Vier jaar lang is er verschrikkelijk gevochten, zijn er hartstikke veel slachtoffers gevallen. En ja, de wereld is eigenlijk gewoon op zijn kop gezet. En dat zie je ook terug als je naar de kaart gaat kijken van Europa. Want als we de kaart erbij pakken aan het begin van ons verhaal, lijken, het moment dat al die spanningen beginnen op te lopen, dan ziet die er zo uit. Maar pak de kaart erbij van 1919, als de oorlog is afgelopen, en dan zie je dat het Duitse Rijk kleiner is geworden. Rusland veel kleiner is geworden. Dat Turkse Rijk veel kleiner is geworden. Dat Oostenrijk-Hongarije helemaal uit elkaar is gevallen in allemaal verschillende landen. En dat de wereld er dus echt heel anders uitziet.